Renault Antwerpen. De auto's van stad. De hulpdiensten kwamen vanmiddag massaal ter plaatse. Aan boord van het motorbootje waren naar verluid 4 mensen. Al bestaat daarover nog onduidelijkheid. Een opvarende, een vrouw van 63 uit Hulst, werd vrij snel teruggevonden. Ze werd gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis in Goes, maar is inmiddels overleden. Ook een tweede opvarende, een Nederlandse man van 61, is intussen uit het water gehaald. Het motorbootje zelf zat klem onder de Duitse gastanker die op weg was naar Antwerpen. En dat bemoeilijkte de reddingsactie. Nadat het onder de tanker vandaan was gehaald, zochten de hulpverleners naar andere opvarenden. De scheepvaart op het kanaal door Zuid-Beveland werd urenlang stilgelegd. Het ongeluk gebeurde vlakbij een brug waar boten moeten wachten voor ze verder kunnen varen.